We staan hier met lokale burgemeester Eugène van Mierlo bij het uh, graduation party. Hoe vindt u het vandaag? Ja, dit is geweldig. Zoveel jongeren die uh, natuurlijk na een heel spannende dag gisteren met het wachten op de uitslag, uh, ja, nu hier staan vol enthousiasme om uh, te vieren dat ze hun diploma hebben gehaald. Ja, ja daar wil je bij horen. Hè? En zeker als ik dan uh, ook nog wethouder onderwijs mag zijn, dan is het uh, glunderend om te zien met hoeveel enthousiasme er hier uh, eigenlijk, eigenlijk een heel mooi feestje gevierd wordt. Kijk, en voor jezelf, u zei het net al, is het al een paar jaar geleden dat u uh, geslaagd was? Hebt u dat toen ook groot gevierd? Nou, dat was wel heel wat jaartjes geleden ondertussen. Een keer op de HAVO en een keer op het Atheneum. Uh, maar uh, nee, dat werd toch iets kleinschaliger gedaan. Dat was ook niet binnen deze gemeente. Maar uh, belangrijk is wel, uh, dit zijn uh, belangrijke live events uh, in je leven natuurlijk. Hè? Uh, dus dat, dat moet je ook vieren. En dat uh, gebeurt hier met de stichting uh, uit Almelo met, uh, met vol enthousiasme. En uh, u vertelde net in uw speech ook al uh, dat het belangrijk is dat de werkgelegenheid die in Almelo blijft voor deze jongeren. Hoe belangrijk is dat dan? Nou ja, kijk, uh, Almelo wil heel graag bouwen aan de toekomst. Hè. We willen uh, een, een forse uitbreiding van woningen. We zien dat het bedrijfsleven uh, Almelo ook heel aantrekkelijk vindt ook de regio aantrekkelijk vindt. Het is dus ook een hele mooie plek in uh, um, de oostkant van het land waar allerlei uitbreidingsmogelijkheden zijn. Maar dan heb je daar ook menskracht voor nodig. En deze mensen die klaar worden gestoomd voor de toekomst. En die op een gegeven moment gaan uitvliegen naar allerlei hogescholen, universiteiten, noem het maar op. Eh, ja, het is natuurlijk eh, hartstikke mooi als die eh, weten dat op het moment dat ze hun papiertje op zak hebben. Eh, dat het Almeloos bedrijfsleven eh, ze eigenlijk met open armen wil ontvangen. Om eh, ja, ervoor te zorgen dat wij ook de, onze ambities als stad eh, in volledigheid kunnen waarmaken. Zeker, en al is dit feestje is alleen voor HVO, VWO en hoger. Uh. NBO is toch in principe net zo belangrijk of vmbo is net zo belangrijk? Uh, dat klopt helemaal. Uh, ik heb ook sinds ik uh, wethouder onderwijs bij uh, de gemeente ben uh, geworden, uh, ook nagedacht over hoe kunnen we ook die vmboers uh, in positie uh, brengen. Hè? Want uh, vmbo, ik noem altijd, het is vet mega belangrijk onderwijs. Uh, en dat doen wij op een iets ander concept. Hè? Want dit is een particulier initiatief uh, dat de gemeente van harte ondersteunt. Maar als gemeente hebben wij voor het vmbo die ook heel belangrijk zijn, uh, juist een feest altijd aan de start van het nieuwe schooljaar. Dat hebben we vorig jaar in het stadion gedaan, en ook dit jaar wordt er weer van alles uitgedokterd om ook voor die doelgroep een mooi feest te organiseren.